Urban Strategy is an innovative instrument for interactive spatial planning. This technology, which was developed by TNO, accelerates and improves urban spatial planning. Urban Strategy makes getting information from several computer models easily accessible. These three-dimensional models show the area under study and simulate several aspects. These aspects include traffic, air quality, noise, safety, sustainability, and underground water. By doing this, future results and current spatial planning are visual and accessible. City planners and decision makers are presented with indicators that show the quality of the urban environment. Urban Strategy was designed with many decision makers in mind: city councils, provinces, project developers, city planners, planning consultants, and housing corporations can develop their optimal spatial plans. Stadshavens Rotterdam gaat over de transformatie van een groot aantal binnenstedelijke havengebieden. Met de komst van Maasvlakte 2 en het wegtrekken van de grootschalige havenactiviteiten uit het centrum ontstaat er ruimte voor nieuwe activiteiten en functies in die binnenstedelijke havens. Het is een hele grote gebiedsontwikkeling. Het gaat om 1600 hectare. En dat maakt het ook een complexe opgave. En ja, bij die complexe opgave past het goed om een modern, innovatief hulpmiddel in te schakelen. En dat is voor ons Urban Strategy. De verwachtingen die wij van Urban Strategy hebben, is dat het ons helpt bij het hanteren van die complexiteit. We verwachten ook dat het ons helpt om snelheid in het project te krijgen, dat we de besluitvorming kunnen versnellen. Vanwege het integrale karakter van Urban Strategy verwachten wij dat de verschillende disciplines die met een gebiedsontwikkeling bezig zijn, beter met elkaar zullen samenwerken. Nou, hier achter u ziet u de A1. De A1 is op dit moment 7 baans, 6 banen plus een carpoolstrook. En Rijkswaterstaat heeft de opdracht van Verkeer en Waterstaat gekregen om die te gaan verleggen. En ze willen hier zo schuin dat weiland in, de A1 ongeveer 300 meter naar het zuiden gaan verleggen. En dan wordt het 12 rijstroken. Je begrijpt, 12 banen geeft heel veel geluid. En hier moet nogal wat gaan gebeuren in de omgeving. Je hebt het verleggen van de weg en er wordt ook nog een spoorproject aangepakt. En als laatste wordt er vlak naast de snelweg willen ze nog ongeveer 5000 woningen gaan bouwen. Nou, u begrijpt dat allemaal tezamen noodzaakt tot een integrale benadering. Urban Strategy heeft in een hele korte sessie, want we hebben 2 dagen met een aantal mensen bij elkaar gezeten, hebben we heel snel kunnen schakelen tussen hetgene wat we dachten dat goed zou zijn, feitelijk een advies, wat wil je, en alle wensen van alle mensen die daar waren, of het nou raadsleden of bestuurders of ambtenaren waren, die konden heel snel wensen inbrengen en dat kon snel worden meegenomen, maar meteen met het resultaat erbij. En als voorbeeld, Wees bij Muiden wilde graag een landschappelijk ingepaste snelweg. Nou, in de eerste berekeningen leken zelfs bij Muidenberg schermen van 20 meter hoog noodzakelijk. Nou, door aan een aantal knoppen te gaan draaien, kon je bijvoorbeeld een stukje verdiepte gaan doen. Of het asfalt wisselen naar dubbellaag SOAP, wat bijvoorbeeld extra geluidsdemping gaf. En dat weer in relatie met een scherm van bijvoorbeeld 6 meter. En heel snel werd duidelijk dat die maatregelen effect hadden. Making spatial planning decisions normally takes several months. Urban Strategy improves this process. By first performing detailed research, Urban Strategy offers the chance to make spatial planning decisions in one interactive session with reliable results. In this session,
knowledge and insight are shared optimally between participants. The information that results from these sessions is cohesive, insightful, and interactively accessible.